Welkom, twee binnen. Ja. Hoe zit maar. Vandaag is zondag. Soms het idee van klassieke muziek voor zondag. Ik heb een rekening geschreven. Een vleugelpiano reed eens zomaar finaal over een cello heen. De piano, onzeker over ongeluk en nog onzekerder wat hem te doen stond, handelde instinctief vluchten en zorgde dat hij zo snel mogelijk van de plek best kon verdwenen. Waar ze gemiddeld een steeds grotere groep violen, weliswaar op enige afstand, van de overreden cello verzamelen. Hij gaat het niet redden, luidde unaniem het oordeel. Na een kwartier, maar het kan ook een half uur zijn geweest, arriveerden een contrabas en twee trompetten, voornamelijk overreden cello mee, en de violen gingen weer elk hun eigen weg. Dat was dan voor de resultaat. Ik was eigenlijk net bezig met een gedicht over een eenzame maandagmiddag. Toen mijn planten, die het daar niet mee eens waren, wilden dat ik water voor ze ging halen om met hen te gaan drinken om uit onze blaadjes te gaan. Maar liever zou ik de voorkeur hebben gegeven aan de wijde wereld in te trekken en te werken als sjouwer in Polen, als conducteur in Rusland, om mensen te ontmoeten en bedrogen te worden, af te zien, de dood in de ogen te kijken, genade te vinden in een orthodox klooster, dronken te worden in Mongolië, havenarbeider in Pakistan, een islamitische ondergrondse op te richten om dictatuur omver te werpen, opgesloten en gemarteld te worden in China, corresponderen met bejaarden via Amnesty International om toch maar liever te ontsnappen en geslachtsziektes op te lopen in bordelen in Iran, vertrouwen in Oekraïne, vader te worden in Moldavië en verliefd te worden op een anarchistische vrouw in Athene om daarna matroos te worden en de zeeën te bevaren. Maar ja, ik wilde eigenlijk een gedicht schrijven over een eenzame maandagmiddag. To the point. Je vindt dat ik om alles heen draai. Well, to get to the point. Het is oneindig veel draaiende stelsels. Draait de maan om de aarde om de zon. De zon om het centrum van de Melkweg. De Melkweg draait zowel om haar eigen as als om een zwart gat. En dat zwarte gat draait om zichzelf heen. Dus reken maar dat ik er omheen ben. Doe ik er nog twee. Ga eens even kijken bij de dieren. Wat daar gaat. Een Japanse haan met een gebroken nek liep over de Amsterdamse wallen op zoek naar spanning, sensatie en avontuur. Hij bezocht piepshows, coffeeshops, kocht Viagra en cocaïne op straat en wilde net bij een prostituee naar binnen gaan toen een os die een ijsje aan het eten was voorbij liep en zei: hé haan, weet je wel dat je nek gebroken is? De Japanse haan reageerde boos en zei: hou je bek stom os, anders zal ik jouw nek eens breken. Die ossen worden ook steeds belachelijker, dacht de Japanse haan, inmiddels al voelend aan de borsten van de prostituee. Weet je wel dat je nek gebroken is, zei de prostituee tegen de Japanse haan. Krijg nou wat. Begin jij nu ook al? Ongehoord. Wat een land is dit, dat zelfs prostituees je durven aan te spreken over zulke belachelijke dingen. En een Japanse haan die woest weg, nam vervolgens een taxi naar Schiphol en vloog zo snel als hij kon naar Japan om nooit meer terug te keren naar dat belachelijke landje aan de Noordzee met die belachelijke inwoners met een nog belachelijker commentaar. De komende dagen regent het esdoornbladeren. Ook kan zich er een bladgouden regentje voordoen. Kamelen zullen hun dorst lessen in de fonteinen en vervolgens gaan dichten op het poëzieplein. Van tijd tot tijd schijnt de halve maan en een aangename bries komt vanuit alle windstreken tegelijk de stad verkoelen. Later in de week verkleurt het hoge esdoorndrukgebied in de Rode Zee en verschijnt er vanuit het zuidnoorden een laag kerstdrukgebied. De verwachting is dat er vele eurobiljetten naar beneden zullen vallen. De temperatuur zal uit haar mand klimmen door de vrolijkheid van de inwoners van Tasvaarder tot zo'n 26 graden. En 's nachts slaapt het kwik in het lange leven ons allemaal warm.